Hi, welkom bij een splinternieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn wij in het dorpje Mildam. Dit ligt vlakbij Heerenveen. Wij gaan hier een cross doen, de Mildam Cross. Ik kon kiezen tussen de 10 en de 5 kilometer. Toen ik het woordje cross hoorde, heb ik maar meteen gekozen voor de 5 kilometer. Dat leek mij toch wel even heel wat handiger. Het is hier redelijk fris. Het is hier ook behoorlijk grauw weer. Dus ik hoop dat jullie een paar mooie beelden krijgen vandaag. Ja, jullie dachten waarschijnlijk dat ik bij de Plus Sintloop in Heerde was. Maar ja, dat gaat helaas niet door, want daar staat corona langs de routes. Dus ze durfden het niet aan. Vergeet niet trouwens even liken, subscriben en druk op het belletje. Dat doet mijn video heel veel goeds. En wij gaan maar eens eventjes richting de start om ons startnummer op te halen. Ik zie jullie bij de start. Tot zo! Vanaf vandaag heb ik trouwens een nieuwe lens op de camera. Hierbij moet je mij wat beter kunnen zien en hierbij moet je de omgeving allemaal wat mooier kunnen zien. Dus iets meer groen om mij heen en mij iets kleiner. Nou ja, misschien zullen heel veel mensen dat wel bevallen. Ik ga richting de start en ik zie jullie bij de loop. Joho! Thank you.
Nou, we zijn nu net over de 2 kilometer heen en het eerste stukje verharde weg is er. Ah, wat zal dat zo genieten worden. Hopen dat ze ons niet meteen weer het bos insturen. Maar dat zien we zelf. Het is een pittig loopje. Ook mede doordat ik eerlijk moet zijn en sinds de vorige run al niet meer gelopen heb. Dus ja, een weekje rust doet natuurlijk ook de capaciteit in het uithoudingsvermogen verminderen. Nou ja, we hebben bijna 2,5 kilometer erop zitten. Dus
de helft hebben we alweer gehad, zeg maar. Ik hoop ook dat de nieuwe lens er een beetje mooi uitziet. Dat dat een beetje opvalt. Het lijkt mij wel. Och jee, allemaal auto's onderweg. Dus even draaien met de camera. Ja, het is even weer wennen. Na zoveel dagen niet rennen. En ook behoorlijk mistig. Enig voordeel is dat het nu maar 4 graden is. Ik de korte broek aan heb. En dat is wel even lekker onder het rennen. Ik denk daarna wel koud. Dus ik trek snel die lange broek weer aan. Zo gauw het kan. Ach, kutje. Ik moet het bos weer in. Niets aan te doen. Jongens, ik spreek jullie straks weer. Hopelijk bij de finish. En anders bij de komende pitstop. Yo! Nou, we hebben de splitsing gehad.
van de 5 en de 10. Dus ja, lekker de 5. 3 kilometer erop zitten. Dus nou nog maar 2 te gaan. Het valt allemaal weer mee. En toch even hopen dat het deze week niet zo noodweer is. Dus dat ik mij er wat meer toe kan verzetten. Om even een paar dagen tussendoor te gaan lopen. Want volgende week krijgen wij de KLM Urban Trail Series in Eindhoven. En daar heb ik ook nog een heel leuk nieuwtje over. Ik ga het nog niet verklappen. Ik verklap dat pas als de run zelf is. Nou, we pakken de laatste 2 kilometer nog even. En ik zeg altijd, we zien elkaar bij de finish. Maar ja, dan toch komt er weer een pitstopje tussendoor. Wij zien elkaar wanneer ik deze camera weer in mijn handen pak. Yo! Thank you.
Zo hé. Helemaal kapot van al die heuveltjes. We springen over modderweggetjes. En ja, de bosrun die ik al lange tijd niet meer op deze manier doe. Maar ja, niks aan te doen. Ik zie dat wij alweer over de 4 kilometer zitten. Er komt nog niks achter mij aan. Waarom komt er eigenlijk niks achter mij aan? Ik ben toch niet de laatste? Nou, laten we het hopen van niet. Dat er een keer zo'n fietser achter mij zit. Die duwen van, kom op, je kan het. Je bent bijna over de finish. Dan kunnen we allemaal bier gaan drinken. Oh nee, ik zie er alweer een paar renners aankomen. Dat is heel mooi. Ik ga even zorgen dat ik geen laatste word. Dus ik ga die 800 meter nog maar even trotseren. Wij spreken elkaar en nu echt bij de finish. Yo! Dat was hem dan, de 5 kilometer, volgens mij 4,6 kilometer. Geeft niks, we hebben hem weer gehaald en ik zie jullie bij de afsluiting. Dat was hem dan, de Mildam Cross 2021. Vlak bij Heerenveen, lekker loopje door de bossen heen. Maar het was wel best een pittig loopje, moet ik zeggen. Het was geen 5 kilometer, jammer genoeg, maar 4,6. Maar dat mag natuurlijk de pret niet drukken. We hebben weer even getraind voor wat hardere loopjes. Zoals ik al zei, volgende week gaan wij naar de KLM Urban Trail in Eindhoven. En daar heb ik een heel, maar dan ook heel leuk nieuwtje over. Volgend jaar gaat er namelijk iets veranderen op Rossos Running Channel. Maar daar vertel ik jullie volgende week meer over. Vergeet ook niet even deze video te subscriben, liken en druk even op het belletje.
Dat helpt mij natuurlijk, zoals gewoonlijk, enorm. Ik zit al dik over de 300 subscribers. Maar dat moeten de 3000 worden. Natuurlijk. En dan, het belangrijkste van de hele video. Daar is hij weer. Wat hebben wij vandaag? Wij hebben vandaag een heerlijk, leffe, heel toepasselijk, winterbiertje. Dit leffe winterbiertje. Oh, dit heeft 6,6% alcohol. Heerlijke toetsen van kruiden en karamel. Nou, wat zit er allemaal in? Eens even kijken. Oh, er zit water, natuurlijk. Een beetje water moet erin zitten. Gerstemout, mais, gerst, suiker en kruiden. En dan sinaasappelschil. Ja. Korianderzaden. Nou, dat... Het klinkt allemaal weer goed. Wij gaan hem even openen. Want ik heb berendorst na deze run. Gaat hem wat beter dan de vorige keer. Maar nog niet zo goed als vroeger. Oh, even proeven. Wow. Volgens mij hebben ze hier 100 gram suiker in gestopt. Dit is meer oranje dan een biertje. Hallo. Hallo. Proost. Dank u. Kijk, daar komen de 10 kilometer lopers alweer aan. Nog eentje. Het houdt hier niet op. Het houdt hier gewoon echt niet op. Heerlijk. Maar echt, volgens mij hebben ze hier 100 gram suiker in gedaan. Deze rommel is zo zoet als het maar kan. Maar ja. He, ze zeggen altijd, na het hardlopen moet je wat suikers hebben. Hier zitten ze in. Jongens, ik zeg tot volgende week. Mis hem volgende week niet. Hele belangrijke aankondiging voor de KLM Urban Trail Series. Daar gaat wat gebeuren. Nou, ik ben door alle drukte maar eventjes richting een ander straatje gelopen. Want alles begon om mij heen te rennen. Ik kon mijn videootje niet eens afmaken. Maar wat ik wou zeggen is... Tot volgende week bij de Urban Trail Series. Ik ga mijn biertje verder opdrinken. En wij zien elkaar volgende week weer. Tot ziens!